Suriname is vanaf vandaag gastheer van de 11e algemene vergadering van de Caribbean Archives Association, CARBICA. Zij deed dit samen met de regering van Suriname en de Internationale Raad van Archieven, ICA. Aan de algemene vergadering is ook een conferentie gekoppeld. Het thema van de conferentie is Archieven met gevaar, behoud van Caribisch erfgoed. Volgens Rita Tienfu, nationale archivaris van het Nationaal Archief Suriname, zal deze conferentie een ieder van essentiële kennis betreffende de eisen voor het digitaliseren voorzien. But it's also a great opportunity for us to exchange ideas with our colleagues from the region. Allow me to speak a few words in Dutch. So, dames en heren, nogmaals goedemorgen. Vandaag zijn we echt in goed gezelschap. Wil je weten over de standaarden en de requirements van digitaal archiefbeheer, dan zijn de experts hier nu in Suriname. Voelt u vrij om dus met de expert van gedachten te wisselen over uw ervaringen en de kennis die u wil opdoen. Vandaag is de dag en het moment om dat te doen, om die kennis uit te wisselen. Volgens Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken, wordt niet alleen in Suriname gedigitaliseerd, maar ook in de gehele Caribische regio. With all these digitization projects initiated and developed by the government, it is mandatory to make sure that the required preconditions for digitization are met accordingly. Taken this in consideration, we therefore need to proactive as government in recognizing the challenges and by developing a policy or a roadmap to determine our destination. In order to do so, we first need to raise the awareness among our staff and better equip them with the necessary knowledge. Well, now, I believe this one-day workshop will enable the participant to gain knowledge and awareness about the standards concerning the creation, management, access, preservation, and security of digital records. Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vanmorgen tijdens de opening van CARBICA 11, een conferentie en algemene vergadering georganiseerd door de Caribbean Archives Association in samenwerking met de regering van Suriname en de Internationale Raad voor Archieven. Het thema van de conferentie is Archieven met gevaar, behoud van Caribisch erfgoed.